Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met een stormdepressie. En die stormdepressie komt langzaam onze kant op. Lag voor de kust van Engeland en trekt net ten noorden van de Wadden-eilanden langs, richting Duitsland. Daarvooruit zat een uh, koufront. En dat koufront is vannacht gepasseerd met een uh, zware tot zeer zware windstoten. Daarachter zitten dan een aantal buien. Die buien die trekken ook over het land met forse windvlagen. En het echte windveld komt dan bij dit dagedrukgebied wat eraan zit te komen. De neerslag die daarbij hoort: het koufront trok dus vannacht over. Uh, forse neerslag daarop. Daarachter felle buien met onwind. En hagel hebben we ook al gezien, en nog steeds zware, soms zelfs zeer zware windstoten. En die wind die heeft ook behoorlijk uitgeschoten. Want in de buurt van Hoek van Holland uh, hadden we uh, rond de 100 kilometer per uur, en bij Vlissingen zaten we nog hoger, 141 kilometer per uur windstoot. Dat is al behoorlijk uitzonderlijk. En We zagen ook dieper landinwaarts uh, dat de wind fors uitschoot. Cabau, uh, dat ligt in de buurt van Utrecht, 117 kilometer per uur, en dat is voor het binnenland echt uitzonderlijk. Hoog. Nou ja, het windveld wat er aankomt, de storm, moet nog op zijn hoogtepunt komen en zal uiteindelijk in de loop van de avond wegtrekken en dan is het morgen duidelijk een stuk rustiger met de wind. Het weerbeeld daarbij is wisselvallig met bewolking. Eh, windkracht 9 langs de kust vanmiddag. Eh, zware tot zeer zware windstoten graad of 8 op de thermometers. In de avond neemt de wind dan langzaam af, eh, naar een windkracht 8 en uiteindelijk verder afzwakkend. En het weerbeeld blijft wat wisselend, met soms opklaringen, maar ook een aantal buien. De temperatuur vanavond rond een graad of 7 in de nacht nog iets verder dalend. En dan morgen loopt de temperatuur gewoon weer op in het zuiden naar 12 graden. De maxima worden laat op de dag pas bereikt. Misschien dat we in het wordt nog een klein beetje zon zien verder zal het wat druilerig zijn gemiddeld gesproken is de wind vrij krachtig windkracht 5 maar in de avond kan die vooral in het noorden wel weer wat gaan toenemen ja, en dan de dagen die volgen. De wisselvalligheid gaat er langzaam maar zeker iets uit. De wind gaat naar het noordoosten draaien en dat betekent ook dat er wat koudere lucht onze kant op komt. Zondag is het de graad of 4 overdag. Kan nog een enkele bui vallen, maar de zon heeft ook al ruimte. Ja, en wat zijn dan de vorstkansen? Die nemen toe, zeker in de nacht. En de sneeuwval daarbij, ja, het zou kunnen. Maar die 27 procent bijvoorbeeld op de zondag... Ja, die ziet er wel heel heftig uit, maar dan moet er eerst maar neerslag vallen. En de kans op neerslag is zondag gewoon heel erg klein. Of het dan ook echt winter wordt, dat waag ik nog te betwijfelen. De onzekerheid in die periode is groot. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.